en welkom bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrex, de enige echte. Het is zaterdag, het is kwart voor één. En ik heb mijn haar nog niet gedaan, ik ben nog helemaal in mijn ochtendtenuutje. Ik heb wel even snel een trui aangedaan, t-shirt aangedaan. En vandaag heb ik de verjaardag vanavond. Een leuk feestje. Iedereen die komt, hartstikke tof. We gaan er een leuk feestje vanavond van maken. Om 7 uur gaat de muziek hier keihard aan. En dan ga ik mijn verjaardag vieren. Deze vlog die is in twee keer, twee vlogs weer vandaag. Jullie worden verwend. Ik maak twee vlogs hier op deze zaterdag. Jullie weten het is een week van tevoren opgenomen. Dus het was vorige week, was het als jullie dit kijken. Maar dadelijk nu om 12 uur dus deze vlog van de voorbereidingen op de verjaardag. En dadelijk om 3 uur dan is de verjaardagsvlog. Ik ga de hele avond natuurlijk lekker filmen. Ik ga er een leuke vlog van maken van mijn verjaardagsfeest van vanavond. En het wordt gewoon gezellig. Ik ga er een leuk feestje van maken. Drank is al binnen. En alle voorbereidingen. Ik moet nog wel wat voorbereidingen doen. Maar ik moet dadelijk even de kippiepan even ophalen. We gaan lekker kippie eten. Ik heb zo'n pan bij kippies besteld. Dus dat gaat hem ook. Dat wordt ook lekker smullen en smikkelen. Dus wat dat betreft gaan we er een groot feest van maken. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Ik ben helemaal bij met mijn vlogs, jongens. Dit is echt. Dit komt me maar heel zelden voor, hoor. Ik ben gewoon helemaal klaar. Ik heb gewoon helemaal niks meer te editen. Nou ja, dit hè. Maar dit is nog maar één video. Dus. Het is nog maar één filmpje, dus ik moet alles weer aan elkaar plakken. Maar ik heb nu nog maar één filmpje, dus dit is het enige nog wat ik heb. Dus ik, ik kan, nu kan ik lekker ruim achterover leunen. En gewoon lekker op mijn gemakkie dit allemaal filmen. En dan ga ik dit weer editen. Maar ik loop heerlijk bij. De laatste vlog was van gisteren, 15 december. Die is al klaar, die heb ik net geüpload. Dus het gaat de goede kant op, jongens. Het gaat de goede kant op. Ja, het gaat de goede kant op. Dus vandaar. Nou, Bokito legt lekker in zijn mandje. Bokito. Nou, Bokito. Vanavond feesten, hè? Vanavond gaan we feesten, hè? Kijk eens, en wie hebben we daar, oh? Als we het over de ene hebben, dan komt de andere natuurlijk ook even kijken. Hey, Drippie. Oude chocoladedrippie. Oude vriend. Hey, oude poezenvriend. Ja, hè, is mijn vriend, hè. Oh, god, en dan moet Bokito ook nog even geaaid worden. Och, jee. Ze moeten allemaal weer aandacht hebben. Ze moeten allemaal weer aandacht hebben. Dus vandaag. Nou, ik moet even nog deze doos even opruimen van de printer van gisteren. De printer doet het in ieder geval. Dat had ik gisteren ook al volgens mij al verteld. Maar de printer doet het wel helemaal. Ik heb het kaartje al uitgeprint voor aanstaande dinsdag. Want jullie weten het. Aanstaande dinsdag ga ik naar de Efteling. En als jullie dit kijken is de vlog al geweest. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vonden. Ik weet het nog niet, want ik moet er nog naartoe gaan. Lekker ingewikkeld allemaal, hè. Lekker ingewikkeld. Nee, maar ik heb de vlog van de Efteling apart gedaan. Want moeten jullie weer 7 dagen wachten erop. En ik wil eigenlijk die Efteling vlog wil ik eigenlijk zo snel mogelijk online hebben. Dat jullie die lekker kunnen bekijken. Ik ga ook nog even kijken in het dorp, want ik moet toch in het dorp zijn voor die kippiespan. Of dat ik nog even een extra batterij kan kopen. Want ik heb nu maar één batterij. En dat is na een uurtje, anderhalf uur leeg.
En ik wil eigenlijk nog een batterijtje extra hebben voor de zekerheid. Dan kan ik blijven filmen. En ik heb in Arnhem heb ik best wel veel gefilmd. En toen heb ik het tweede gedeelte heb ik even de batterij van Kevin moeten lenen, omdat mijn batterij op was. Dus ik denk dat ik met de twee batterijen dat ik het wel ga redden vandaag. Dus ik denk dat ik het wel ga redden met twee batterijen in de Efteling. Dingen zijn ook best nog wel prijzen volgens mij. Het waren iets van 20 euro of zo, die gekke dingen. Ja, dat is echt duur. Dat zijn echt dure batterijen zijn het. Maar ja, je hebt ze gewoon nodig. En eigenlijk heb ik er liever drie. Dan weet je zeker dat je safe zit. Want ik wil ook nog een hele hoop on-ride video's maken. Dus daar heb ik wel de batterijen voor nodig. Nou, ik moet me eigenlijk ook even scheren, zie ik. Want ik heb me een baard van hier in Tokio. Het is ongelooflijk. Het is niet te filmen. Oh jee, ik film het toch. Dus, nou, ik ben benieuwd vanavond. Kevin die komt niet. Nee, Kevin komt niet. Joost is er. Ramon, Vincent, Tessa, Ricardo zou komen volgens mij. Dus we gaan het allemaal wel zien. Ik heb in ieder geval lekker een hapjespan. En dan gaan we lekker kipdingetjes eten. Ik ga het ook even alvast wat muziek vanmiddag even klaarzetten. Een beetje wat muziek maken. Of klaarzetten. Misschien maak ik wel even een eigen afspeellijst. Dat is misschien makkelijk. Dan kan ik gewoon die opzetten. En dan wordt achter elkaar wordt die dan afgespeeld. Dus dat is misschien ook wel makkelijk. Dus ja, het is nu even. Ik ga nou even douchen. Even mij gaan omkleden. Even douchen eerst even en dan omkleden. En dan ga ik zo naar het dorp toe. Om die hapjespan even op te halen. En dan ga ik gelijk even kijken voor een nieuwe batterij. Dat ik er nog een extra batterij bij kan kopen. Dus dat gaat hem wel worden. Dat gaat hem wel worden. Gisteren nog even Metro Simulator nog even gespeeld. Was ook wel leuk. Ja, ik kan voorlopig even niet streamen. Ik moet nog even kijken waarom OBS nou in godsnaam niet het spel kan streamen. Zonder dat hij elke keer uitvalt. Die wordt er helemaal gek van. En oh ja, dit is ook nog een leuk shot. Moet ik even het gordijn weghalen. Kijk, ik heb ook heel veel bier ingeslagen. Heel veel bier. Dit is het bier voor vanavond. En dan heb ik nog twee flessen rum. Maar dit is al het bier, jongens. Ik heb niet veel bierdrinkers, volgens mij twee. Dus nou, jongens, allebei een treetje. Veel plezier. Kun je lekker suipen. Kun je lekker suipen. Oh ja, en wat ik gisteren ook trouwens vergeten was. De nieuwe lampjes, die hangen er al. Zal ik vanavond ook nog even een stukje van filmen als het donkerder is. Want de nieuwe lampjes, de oude heb ik weggedaan. Die heb ik gelijk in de container gegooid. Want de helft deed het niet. Meer dan de helft deed het volgens mij niet. Maar alles, ik heb gewoon de nieuwe en alles doet het nu. Dus ja, een paar lampjes na volgens mij. Maar in ieder geval heb ik een heel nieuw licht. Snoer heb ik. Dus ja, die heb ik ook weer erbij. Dus het gaat allemaal de goede kant op. Eens even kijken hoe het buiten is. Volgens mij is het buiten is het droog. Ja, het is wel droog, het is wel koud. Maar ja. Ik moet er toch even uit, want ik moet even die pan ophalen en zo. Dus dat gaat allemaal wel goed komen voor vandaag. Nou, ik heb al twee afvallers voor de verjaardag, jammer genoeg. Maar drie afvallers, maar helaas, dat gebeurt ook wel eens. Ik wil niet zeggen dat hun de schuldigen zijn. Ja, er komen wel eens, af en toe heb je wel eens van die dingen dan, ja, niet alles lukt, hè jongens. Ik heb ook wel eens dingen wat niet lukt. Dus ja, het kan gebeuren, hè. Ik neem niemand wat kwalijk wat dat betreft, want er kan altijd wat gebeuren. Nou, ik moet even die gekke doos zo even opruimen. Die ga ik zo even in de kast, denk ik, even gooien. En dan ga ik maar even douchen.
Even lekkere schone kleding aan. En dan zie ik het wel. Dan ga ik zo naar het dorp om de hapjespan op te halen. En dan gaan we het wel doen, jongens. Volgens mij waait het... Nee, het waait ook niet echt hard, volgens mij. Of wel? Ja, het waait wel een klein beetje. Maar voor mij niet echt... Dat het echt keihard waait, dus... Nou ja, we gaan het wel zien. In ieder geval, ik ga hem even weer neerleggen, jongens. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Dan gaan we aan de voorbereidingen beginnen van mijn verjaardagsfeest. Tot zo allemaal. Zo, en daar zijn we weer. Ik loop in het centrum. Nou ja, net buiten het centrum. Kijk, ik loop hier ook. Zijn ze weer allemaal nieuwe huisjes aan het bouwen. Gezellig. Even de auto halen. We hebben de pan opgehaald bij Kippie. Mijn moeder staat verderop. Ze rijdt met de auto er even naartoe. Dat gaat een stuk makkelijker. Dit is wel mooi, jongens. Ik heb nou een kortere weg gevonden. Net liep ik er langer over. Ik kan overal hier ook. Maar ja, het is korter. Daar staat mijn auto bij Kees van Dijk. Dus dan gaan we dat maar even doen. Ik ga even rollen. Anders doet het allemaal veel te lang. Dan kan ik dadelijk hier gelijk de hoek om. En kijk, mijn auto pakken. Ik kan niet grote stukken lopen. Ik zie me nou wel de pest pokken. Nou, verder ben ik nog bij de BCC geweest voor een nieuwe batterij. Maar de BCC, die heeft ze niet. Dan moet je ze weer bestellen. Ik zei nou, je hoeft ze niet te bestellen. Steek hem maar in je piep. En ik ga het zelf naar Rotterdam toe om een batterij te halen. Ik heb geen zin om te wachten. Ik zweet me nou ook kapot. Ik heb echt geen conditie meer. Ik ben helemaal kapot. Nou, en dan dadelijk om 3 uur voor jullie komt de verjaardagsvlog. Ik ben benieuwd dat er al mensen zijn die al de Spijkenissenvlucht gezien hebben, want die kwam vandaag online. Dus kan je zien dat het precies 7 dagen is. Ik ben nou al moe. Ik ben kapot. Kijk, daar staat mijn auto. Daar staat hij hoor, daar staat hij mijn auto. Daar staat mijn auto, daar. Daar staat hij, daar staat hij. Daar staat hij, dat gele monster. Kijk, daar staat hij, dat gele monster. Daar ook. Joepie. Dus, oh zo. Ik heb geen stille hand. Ik beweeg helemaal met mijn camera. Ik ga alle kanten uit. Zo, dan gaan we hier de hoek om. Ga gewoon lekker afsnijden die hap. Ik heb geen zin om te lopen. Om te lopen. Ik wil ook zo rijden. Ik hoef nog eens. Ik dacht, dan moet ik omrijden. Een rotonde, maar kan ook gewoon de andere kant op gaan. Dan hoef ik niet om het af te snijden. Ik ben nou al moe. Kijk, een mooie woontoren. Kijk eens aan de mooie toren. Mooi hoor. Fantastisch. Nou ja, als je helemaal bovenin zit wel. Dat lijkt me wel gaaf. Maar het zal wel ontzettend... Dit vind ik een lelijk gebouw, dit. Het is net dat ze een blokkendoos er bovenop gezet hebben. Vind ik zo fucking lelijk. Gemeente Spijkenissen, schaam je. Ziet er niet uit. Ziet er niet uit, een lelijke... Lelijk gedrocht. Nou. Ik ben bij Kees van Dijk. Dus. Zo. Ga ik mijn auto even pakken. En dan ga ik... Even moeder ophalen en dan ga ik weer naar huis toe.
ook wel een playlist gemaakt voor vanavond. Voor een beetje muziek in de tent. Vind ik wel gezellig. Ga gewoon weg. Ga gewoon dood. Ga gewoon kapot. Ga gewoon dood. Nou, doei punt. Zo, en ik ben inmiddels weer thuis. En ik doe even, ik doe even expres de lamp aan, zo. En het is 5 uur geweest en ik ga zo even een hapje eten. En om 2 uur gaat het feest losbarsten. Gaat het feest losbarsten en dan gaan we feesten. Maar die vlog, die zien jullie pas om 3 uur. 3 uur komt de verjaardagsvlog met alle dingen van mijn verjaardag. Het hele feest. Ik heb alvast een playlist gemaakt en ik heb alvast dat opgenomen. De lampjes branden, gezellig. Het is zo gezellig, hè. Oh, wat gaaf. Oh, wat gaaf. Zie je? Oh, gezellig, hè. Gezellig. Nou, in ieder geval, ik heb de hapjespan. Wat ik al vertelde, daarnet had ik de hapjespan gehaald. Dit is de hapjespan. De kippiepan van Kipchip, kippie.nl. Oh, ik maak nog reclame ook. Nou, dan moet ik even geld van ze vangen. Want ik heb reclame voor ze gemaakt. Dus dat is de kippiespan. Ik heb hier even een blaadje gemaakt van hoe die werkt. En dan is dit de pan. Het eten zit er nog niet in, want het eten staat hier. Oh, dit is de maaltijd. Er zitten allemaal, kijk, allemaal balletjes, kipkluifjes en andere lekkere dingen allemaal. Nou, dat ziet er toch heerlijk uit zo. Het ziet er lekker uit. Ik heb een hartstikke trek en ik heb een lekkere kwarktaart heb ik. Een lekkere kwarktaart. En ik heb ook de flessen rum voor Joost en mij. De flessen rum die staan er hoor. De lekkere flessen rum. Ik weet niet wat. Melanie toch. Melanie die komt toch. Melly. Mijn grote vriendin die komt toch. Gelukkig. Gelukkig dat je er bent, Mel. Oh. En die, ik weet niet of hij ook nog een rummetje meedrinkt. Maar ik schenk hem wel zelf in. Want ik heb één keer of keer een fles rum meegenomen. En toen gooide hij er meer rum in als cola. Toen was ze zo blauw. Dat is dus de kippiespan en dit ga ik vanavond eten. Ik heb lekker een macaroni en ik doe er lekker kaas op. En dat ga ik lekker eten. De poesjes zijn er, die zullen wel denken van nou, wat gaat er vanavond allemaal weer gebeuren? Mokito en dribbel. Dan moet ik daar nog een stoel kwijt. Daar kan ik nog wel een stoel in zetten. En hier heb ik nog een stoel. Daar heb ik nog stoelen. Dus ik heb allemaal stoelen, allemaal stoelen, allemaal stoelen. Allemaal stoelen zijn er, allemaal stoelen. Dus dus vandaar. 3 minuten en 7 minuten aan het filmen. Oh, gezellig. Nou, ik zit er even lekker video's te kijken. En ik zit hele oude beelden te kijken. Dat is wel echt heel leuk. Dat is van de fonteintjes. De fonteintjes. Zo, oude beelden van de Efteling van 1993. Dat is echt hartstikke leuk, leuk om te zien. Al die oude beelden weer. Dat is echt gaaf, ja. Oh, wat gaaf. Dus vandaag. Nou, ik heb niet veel meer te melden. Ik film zo nog even een stukje. En ik heb... even kijken. Ja, hier heb ik ook alles uitgedaan. Zo, de kachel staat lekker. Oh, de kachel moet nog aanzetten. Ik moet de kachel nog even aanzetten. Oh, die moet ik op 5 zetten. Zo, kachel op 5. Wordt het weer een beetje warm in huis. En dan ga ik zo even lekker op je eten. Dus komt allemaal wel goed. Komt allemaal wel goed. Wat is dat allemaal, hè? Ik ga daar even die stoel verzetten, hè? Oh, Poquito. Poquito, in de mandje. Poquito legt lekker in zijn mandje. Ja, Poquito. Poquito.
Waar ben je nou? Hé, ouwe vriend. Ouwe vriend. Ach, gosje toch. En daar heb je ook Dribbel. Die ouwe Dribbel. Oh god. Oh godje toch. Hé, ouwe poes. Zo, hè. Nou. Ik ga hem weer even neerleggen. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Ik ga nog even een beetje lekker uitrusten hier. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Zo, en het is nog een uurtje, een klein uurtje nog. En dan gaat de verjaardag losbarsten. Losbarsten. Nou, Melanie, ik heb speciaal ook voor Chelsea gedacht. Kijk, ik heb een aankleedkussen neergezet voor Chelsea. Dan kan ze lekker verschoond worden als ze een vieze luier hebt. Ja, ik regel alles. Ik regel gewoon alles, jongens. Ik ben gewoon zo goed. Ik regel gewoon alles. Dus vandaar. Nou, de katten die zijn al helemaal van... Waarom staan al die stoelen zo gek? En waarom staat dat achterlijke ding daar zo? De katten zijn al helemaal van... Wat gebeurt er nou allemaal? Wat gaat er allemaal gebeuren vanavond? Dus vandaar. Nou, ja... En lekker feestje, nog 55 minuten. Ja, nog 54 minuten. En dan ga ik hier de muziek keihard aanzetten. En gaat het verjaardag beginnen. Het is nu nog stilletjes. Ja, het is nu nog stilletjes. Ook boven stil. Maar er gaat eigenlijk verandering in komen. We gaan lekker knallen. We gaan lekker mijn verjaardag vieren. Ik heb het echt naar mijn zin. Ik heb er zo zin in. Nou, de hoppiespan die hebben we lekker. En Tessa had worstenbroodjes gemaakt. Dus wat dat betreft is alles goed. Kom alles goed. Alles komt goed, Hendrik. Dus vandaag. Dus voor de rest. Nee, perfect. Alles is goed geregeld. Alles heb ik goed geregeld. Nou, en ja, volgens mij ben ik niks verder meer vergeten. Dus alles... is in de starthouding. Ik zal alvast het licht een beetje dimmen. Wow, met de kerstverlichtjes. Wat mooi. Wat mooi. Mooie kerstverlichtjes erbij. En dan gaat het helemaal goed komen. Gaat het helemaal goed komen vanavond. Nou, de hapjespan die staat. Ik heb lekker mijn macaroni gegeten. Lekker mijn kaas erop. Heerlijk. Vind ik dat. Nou, ik had hem al laten zien. De taart. De pan. En ook hier nog lekker de rum. En ik heb dubbel fris. Heb ik. Ik heb sinaas. Waar staat die? Oh, daar staat die. De sinaas heb ik. Ik heb cola. Ik heb gewoon alles. Ik heb gewoon alles. Om er een geslaagde verjaardag van te maken. Nou, dit gaat niet. Want het is een beetje te donker volgens mij. Dus ik ga maar toch maar even voor de zekerheid even een lampje aanzetten. Zo. Voor het licht is dat beter. Dus we gaan er gewoon een leuke verjaardag van maken. Joost zou om 7 uur al komen. Dus nou, ik ben reuze benieuwd. We zien het wel. Ramon die komt in ieder geval. Vincent, Tessa. Mijn buurman zou misschien nog even komen. Melanie komt met twee kinderen en mijn Lopja. Dus dat gaat allemaal goed komen. Ja, ik heb niet veel meer te vertellen, jongens. Ik heb niet veel meer te melden. Het is allemaal een beetje... Ja, ik weet het allemaal niet meer. Ik weet niet meer wat ik moet vertellen. Dus het is nou gewoon afwachten tot het 7 uur is en tot de verjaardag gaat beginnen. Nou, eens even kijken hoe het buiten is. Zal buiten zeker wel koud wezen. Eens even kijken. Ik heb de kachel in de gang ook aangezet. Het is gewoon stervenskoud buiten. En het is stil. Maar die stilte, daar gaat dadelijk verandering in komen. En dan gaan we knallen, jongens. Gaan we mijn verjaardag vieren. Lekker rummetjes schenken dadelijk. En om 7 uur ga ik gelijk een rummetje schenken voor mijn eigen. En dan kan het feestje beginnen. Ik denk dat ik maar ga afsluiten. Ja, ik heb niet verder meer te vertellen. Het is gewoon echt te wachten
tot de verjaardag er is. De verjaardagsvisite er is. Dus ik heb niet veel meer te melden. Ik ga hem ook bij deze afsluiten. Ik zou zeggen, vonden jullie deze vlog leuk? Doe het blauwe duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal los. Druk even op het belletje. Dan worden jullie op de hoogte gehouden als er een nieuwe video of livestream is. En willen jullie zien hoe mijn verjaardag gevierd wordt, dan raad ik jullie aan om 3 uur te kijken. Zo, ik kon niet meer aan mijn woorden gewoon. Het is toch allemaal wat. Je doet het eerste vijand niet aan. Verschrikkelijk. Nee, willen jullie de verjaardag zien, dan raadpleeg ik jullie naar 3 uur. Dan komt de verjaardagsvlog online vanmiddag. Eigenlijk gek eigenlijk, want het is nou avond. Maar dat maakt allemaal niet uit. De groetjes allemaal en jullie weten het. Skabadi, skabadoe, skabadabadoe.